Ja, daar zitten ze, onze 8 dopelingen. En de sheet mag alvast op het scherm, Peter. Dankjewel. We gaan vandaag naar een verhaal kijken, een soort doopdienst in het Oude Testament. En voor degene die gedoopt werd, was dat ook een heel proces. We gaan het verhaal lezen van Naaman. Naaman was een wereldberoemde generaal in Syrië. En Syrië was de aartsvijand van Israël. En in zekere zin is het best wel een bijzonder verhaal. Het is een verhaal waarbij iemand in de picture staat die helemaal niet bij het volk van God hoort. Deze man woonde in het weldane Damascus. Een prachtige stad, goed ontwikkelde man. Maar hij was ziek. Hij had een ernstige huidziekte. En soms wordt dat vertaald met huidvraat en soms weer met melaatsheid. Maar het was in ieder geval een ernstige ziekte waar je uiteindelijk ook vaak uit de samenleving werd gebannen. En in de Bijbel wordt deze ziekte vaak ook in relatie gebracht met zonde. Het is een beeld van ons, dat er zonde werkt in ons leven. Dat we niet altijd helemaal schoon en zo goed zijn als dat we soms hopen te zijn. In ieder geval, Naaman is ziek. Hij investeert een hoop geld om gezond te worden, maar er gebeurt niet zoveel. Maar in zijn huis woont een slavinnetje. Zij is geroofd door een van zijn manschappen uit Israël. Misschien zijn de ouders wel gedood bij die mooie overval. Maar zij woont in zijn huis. En op een gegeven moment zegt zij, weet je wat je moet doen? Jij moet eens naar Elisa toe gaan. Nou, wie is dat dan? Ja, dat is de profeet in Israël en die doet heel veel wonderen. We pakken nu het verhaal uit 2 Koningen 5. Maar als je de verhalen eromheen leest, die Elisa, dat is echt fascinerend. Hij wekt iemand op uit de dood. Hij voedt 100 mensen met een paar broodjes. Dat was een man waar heel veel kracht in werkte. En uiteindelijk, via wat omwegen, je moet het maar lezen, is wel grappig, komt Naaman met zijn hele gevolg, dikke rijtuigen, diplomatieke mensen, soldaten, de hele rimbam, komt hij bij Elisa aan. En dan, het is een beetje alsof een generaal uit Rusland op bezoek gaat in de Oekraïne. Ik weet niet of iedereen daar nou om zat te springen dat hij Naaman daar was. Maar hij kwam daar met zijn hele gevolg aan bij Elisa. En dan gaan we lezen in vers 10. Ze komen daaraan, grote zak met geld bij zich om voor die genezing te betalen. Want ja, dat is natuurlijk niet voor niks. En Elisa, mag de volgende sheet, Peet? Dankjewel. Die stuurt een dienaar naar buiten om de rode loper uit te rollen voor Naaman en hem plechtig welkom te heten. Nee, ik zal me aan het woord houden. Elisa liet een dienaar tegen Naaman zeggen, ga u 7 keer onderdompelen in het water van de Jordaan. Dan zal uw huid weer gezond zijn. Maar Naaman werd woedend. Hij zei, ik dacht dat hij zelf wel naar buiten zou komen en tot zijn Heer God zou bidden. En dat hij dan met zijn hand over de zieke plek zou strijken om de ziekte weg te halen. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, glorieus en mooi, niet beter dan alle rivieren van Israël? Zou ik daar dan niet in kunnen baden om genezen te worden? Woedend draaide hij zich om en vertrok. Weet je dat je naar een genezingsdienst bij Martin Koornstra gaat en dat de parkeerwacht op je raam klopt? Martin Koornstra laat zeggen dat je naar de Merwelanden kan gaan en dan kun je daar in dat water kun je even een paar keer op en neer en dan ben je ook genezen. Heel ongemakkelijk. En Naaman is woedend. Hij is een man van statuur. Mensen moeten voor hem buigen. Er moet toch iets. Het kan toch niet zo zijn dat er alleen maar een dienaar naar buiten komt en dat hij die hele profeet niet eens te zien krijgt. Hij is diep beledigd. En dan komt vers 13. Deze man is
mag misschien een beetje een generaal en misschien een bullebak lijken, maar hij is wel aanspreekbaar, ook door de mensen die met hem mee zijn. En die zeggen, Vader, Heer, als de profeet u een moeilijke opdracht had gegeven, dan zou u het onmiddellijk gedaan hebben. Dan kunt u zich toch ook in de Jordaan gaan baden om gezond te worden? En dat is een hele eenvoudige vraag. Als God iets simpels van ons vraagt, wij maken het soms moeilijk. Wij maken het soms moeilijk. En uiteindelijk laat Naaman zich overtuigen. En hij noemt twee rivieren, dat zijn de rivieren van Damascus. Die rivieren, Damascus ligt op een bergplateau, die rivieren liggen prachtig hoog. En de Jordaan is een rivier, die ligt 200 meter onder zeeniveau. Als je daar naartoe gaat, moet je letterlijk afdalen, moet je nederig zijn. En uiteindelijk komt hij bij die rivier en hij moet waarschijnlijk zijn kleren en zijn zooi uitdoen. Hij moet zelf uit die wagen stappen, er is niemand die hem draagt of wat dan ook. Hij gaat het water in. En ik weet niet hoe dat gaat, hij moet zich 7 keer onderdompelen. Of het bij de eerste keer al, weet ik veel, zijn pols iets gebeurde of zijn linkerteen. Of dat pas na 7 keer gebeurde. Maar na 7 keer is hij gezond. En er staat dat zijn huid was als die van een baby. Net alsof Naaman opnieuw geboren was. En dat is wat uiteindelijk de Bijbel ook zegt over de doop. Als wij ons met dat simpele gebaar laten dopen, dan worden wij opnieuw geboren. En Naaman vond het waarschijnlijk ook niet heel wetenschappelijk om in de Jordaan te gaan onderdompelen en dan omhoog. En word je dan beter? Gebeurt er dan iets? Ja, blijkbaar is dat zo. God geeft ons soms opdrachten of vraagt dingen van ons. Die zijn niet heel eenvoudig, maar je moet ze wel doen. Petrus zegt in het Nieuwe Testament, als er een hele menigte voor hem staat en ze vragen uiteindelijk aan hem, wat moeten wij nou doen om weer bij God te horen, om gered te worden? En hij zegt, draai je om, bekeer je, begin een nieuw leven, laat je dopen en ontvang de Heilige Geest. Simple as that. En dat is wat deze mensen vanochtend ook doen. Ze worden opnieuw geboren. Dus ja, zo ingewikkeld is het uiteindelijk niet. Soms is het lastig, net als bij Naaman, om het te doen. Maar het is niet ingewikkeld. En Naaman was misschien ook in onze ogen, had een slavin. Hij was een of andere gast die allemaal dingen deed die misschien niet konden. Hij hoorde niet bij het volk van God. Allerlei dingen waar hij niet aan voldeed. En er staat ook nergens dat God van hem vraagt, nou ja, nu moet je wel stoppen met oorlog voeren. Die slavin moet je onmiddellijk terugbrengen. Dat staat er allemaal niet. Dat weten we ook niet, hoe het verhaal verder gelopen is. Maar Gods aanbieding van genezing was voor hem, zoals Gods aanbieding van vergeving ook voor ons was.